achterliet. Het land waar een meer heeft gestaan. Nee, maar ik vind, we hadden toen nog geen tv, we hadden geen wereld. Maar deze gasten, dit is de oude versie. Want waar de foto die wij hebben, is het alweer een stuk opgeknapt. Het is wel helemaal mooi, kijk, hier zien we nog wat. Dus de man die het op een gegeven moment gekocht heeft, ja, die zat in de bouw, dus die heeft het helemaal bezet en helemaal geschilderd omgedaan. Maar, nou eventjes voor het begin, wat, dit is weg. En dit staat daar, dit huis, ja. En dit huis is gekomen in plaats van ja. Dit. Hallo! Wie mogen wij voorstellen? Hier aan Kok. Ja. Hoezo, Rian? Ik ben een nieuwe tegenkomen. Een deuntje op straat, mijn heerlijke Brabantse land. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Ja, dat is een tijdje. Ik wil ook nog een tijdslag in de tijdslag. Ja, dat land waar je rijk bent, al heb je niets. Mijn heerlijke Brabantse land. Wij willen deze toren heel lang onder de wegen staan, de lichtingvoerder. Dat hebben we graag wat niet gedaan. En het doel van ons is om hier wat meer leven te brengen. Maak je dan? Ja. Ja, ja. 35 kilo. Ja, die zou kunnen tegen de bank zijn. Hij gaat al 14 jaar mee. Dat was alles in orde. Maar twee koks is er nog. Aan Steensels Oudentoren, gegroet schone toren, die prijkt over het veld. Onwankelbaar trotsend der stormen geweld. Gij, roem van ons dorpje, 4-5 eeuwen oud. Zo zwaar en zo somber, toch sierlijk gebouwd. Uw muren, zo hecht, zijn met mos dicht begroeid. Dat blinkt, door het water des hemels besproeid. Uw pronkstuk der Kempen, u wijd ik mijn lied. In leven of sterven verlaat ik u niet. Men droeg reeds zo menigen vriend hier naar het graf, wiens lijk men der aard aan uw voeten hergaf. Zovelen, ach, trokken hier stil, één voor één, ter woonstee, van waar niemand wederkeert, heen. Bij u rust hun stof, dat de moederaard dekt, tot de engel der opstanding eenmaal hen wekt. Ja, daarom zijt gij mij zo dier en zo waard. Wij blijven voor altijd verenigd op aard. Bemoedigend wijst gij ons hemelwaarts heen. Het kruis op uw top richt, beschermt onze schreen. Bewaart ons en biedt in de ellenden ons troost. Na jaren gedenkt ons hier biddend ons kroost. O, komen wij lang aan uw voet nog te zaam, om smekend te loven Gods heilige naam. En valt ons dit rampvolle leven eens af, bewaak, dierbare toren, nog even ons graf. Meester P. Cox, onderwijzer in Steensel 1893, opgenomen in het jaarboekje van Albertink Tijm 1893, Almanak voor Nederlandse katholieken.